Ik kreeg de vraag binnen of ik nog wintertips heb. Nou, met name voor honden is dat van belang, want die komen natuurlijk buiten en die hebben te maken met winters weer. Als het vriest is het fijn voor je hond om de pootjes, de voetzoolkussentjes, om die een beetje met vaseline in te smeren. Daardoor kunnen ze minder snel beschadigd raken door ijskristallen. En als ze beschadigd raken en er komt pekel in, als er bijvoorbeeld gestrooid is op bruggen of op wegen, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Door die pootjes met vaseline in te smeren voorkom je beschadiging en voorkom je ook dat pekel erin kan trekken. En dat voorkomt een hoop pijn. Als je merkt dat je hond het snel koud heeft, als hij snel rilt, dan kan het ook nuttig zijn om hem bijvoorbeeld wat hondenkleding aan te doen. Zeker als je lange tijden stilstaat met hem of als er veel wind is of regen, kan het prettig zijn. En honden met veel haar tussen de teentjes is het ook fijn als je in de vorstperiode in ieder geval die haartjes wegscheert. Dan kunnen er geen sneeuw en ijs tussen vormen. Het kan kunnen hele grote klonten worden die tussen die tenen hangen. En dat trekt aan die haren en ook aan de huid. En dat is pijnlijk. Dus daarmee kan je je hond een beetje ondersteunen in de winter. Jullie liggen nog lekker te tukken.